Welkom, welkom bij een nieuwe video van Ashley Brave Lord. Oh, fabulous! Hey YouTube, vandaag bij een nieuwe Let's Play. Oh ja. Ik neem op met Anouk. Hi. Oké, ik ga even een stukje trainen. Wat ben jij aan het doen, Anouk? Ja, ik ga nou die daily van strandwinkel en zo doen. Oh ja, ik ben er net bewoner bij geworden. Ik ben nou populair en ik heb 4720 XP. Oh, dan moet je nog heel even, maar dan heb je bijna. Yep. Alleen ik kwam er dus zeg maar van iemand achter dat hij in augustus wegging of zo. Ja, er stond op die pagina van Star Stable. Ja, maar weet je, dan heb ik het voor niks gedaan. Nog boeien. Yep. Ik wil eigenlijk ook wel bewonderd zijn, want als er ooit ergens quest komt en ja, ergens bewonderd voor zijn, dan heb je dat alvast. Ja. Wat is dan nou voor een nieuw land die er komt? Want er komt trouwens 2 oktober misschien een nieuw land. Ja. Nou ja, althans, ik denk dat ze daar nu mee bezig zijn dan. Anouk, jij hebt echt mazzel dat jij nu nog niet naar de grote school hoeft. Was het dan niet leuk? Ik had wel een leuke klas hoor, maar het is natuurlijk de eerste dag en dat is altijd wennen. Dat is waar. Dan denk je van mwee. Hoi. En dan moet je ook nog met de bus overstappen. Jezus, die bussen zitten echt heel erg... Nou, ze zijn niet vol hoor. Wat? Oh nee, nou. Ik dacht dat je vol zit. Nee, maar die bussen zitten ook heel irritant. Maar ja, je kan er niet anders komen. Nou ja, ik moet een half uur fietsen. Ja? Ja. Oh. Alsof dat zo super leuk is. Nou, dan is de bus toch wel wat beter. Ja, dat bedoel ik. Ja, oké. Misschien is dat fietsen beter voor je gezondheid en al, maar toch. Ja. Als je daar elke dag een uur moet fietsen, dan vind ik dat toch niet zo eigenlijk super leuk maken. Het is wel goed voor je. Yep. Goldboy wordt vandaag level 15. Zo. Kan ik eindelijk zeg maar gewoon, als ik race, dan kan ik zeg maar... Wacht daarvoor. Oh ja, wacht. Dan kan ik zeg maar gewoon ervan uitgaan dat ik net zo snel als de ander ben, zeg maar. Ja. Ga je dan die moor kan trainen van de wijntje? Ja. Maar ga jij die dan ook trainen? Ja, dat wil ik wel doen. Alleen deze, die moet ik nog eigenlijk eerst trainen. Oh, je bedoelt grote blaas? Ja. En daarna moet ik Noordpunt trainen, want ik train op volgorde daarom. Oh ja. Oh, ik train niet op volgorde eigenlijk. Ik vind dat fijner, ik weet niet waarom. Oh ja, en mensen, ik vind het echt geweldig dat mijn muziekvideo gewoon 120 keer begaaf is. Daar ben ik echt super blij mee. En het komt allemaal door jullie. Die van mij is 45 keer weer gaaf of zo. Zo, dat is ook goed. Ja. Maar in de loop van de tijd gaat het wel beter. Want bij mij was het ook iets van 3 dagen voordat ik pas 120 weer gaaf was of zo. Nee, want je hebt er gisteren geüpload. Hij staat er pas een dag op. Geüpload. Ik heb echt plaatsen. Kom hier, Konijn. Ja, echt zo. Ook al in de bus. En ook nog de vorige Let's Play. Zo van, ja, ik had toen een fiets in mijn neus. Terwijl dat ik bedoelde een vlieg. Het klinkt zo verkeerd. Ik had een fiets in mijn neus gehad. Klinkt ook zo geweldig, hè? Oh, lol. Wow, zitten jullie al zo? Ja, wij zitten al zo, ja. Ja, jammer genoeg wel, ja. Wij wonen nou helemaal in het noorden. Maar het hoort erbij, hè, school. Goed voor je diploma en wat je later wil doen. Ja, we weten het. Je bent retarded. Stop al. Yep. Dat doe ik niet, hoor. Welk level is grote blazenhoek? 12. Wow. Gaat dat best snel. Vandaag heb je nog heel
wil misschien level 14. Oh, hè? Dat is mooi. Maar ik moet nog best wel veel races. Nee. Ik vind het zo... Yo, Anouk! Ik vind het zo vent om ponies te trainen. Die gaan zo langzaam. Oké, ik wacht op jou. Nee, maar ik heb die race al gedaan. Oh. Oh, pardon. Ik vraag die Haflingerpony, niet die hele lichte, maar die iets donkere van de... Oh, die. Die vind ik best schattig. Ja, die is ook best schattig. Welke bedoel je? Die ene die op een halflinger lijkt, op de ponyboot. Niet die allerlichtste, maar die iets donkerder. Ik heb gehoord, of op YouTube gezien, toen was er iemand zo'n Q&A aan het maken en die zei dat er heel misschien halflingers komen. Ja. Omdat natuurlijk die pony, die lijkt op een halflinger, die kleur en zo. En daarom zei zij dat... Dat die dan zeg maar ook wordt uitgebreid, maar dan in echt halflinger. Oh, dat lijkt me zo stoer, hè? Ja, Mitchell. Want halflingers zijn mijn lievelings. Rassen niet met vuren, maar halflingers zijn denk ik... Als ze... Wat is hier? Zeg even dat ik opneem. Nee. Maar halflingers zijn... denk ik, ik kan niet echt kiezen tussen halflingers of fjorden. Jij, Anouk? Ik zou gewoon allebei doen. Ik heb mijn eigen fjord, omdat ik ook een fjord heb. Ja, oké. Maar ik zou het, zeg maar, ik weet gewoon niet eigenlijk wat mijn lievelings is. Maar ik vind het dus allebei heel erg leuk. Maar het blijkt dat de meeste kinderen, het lievelingspaard van de meeste kinderen fjorden zijn, hè? Ja, maar mijn moeder, die heeft vroeger, toen zij 16 was, heeft zij elke dag op fjorden gereden. Ja? Elke dag. En toen deed ze ook van die ritten, daar hadden ze gereden van wel 3 uur lang of zo. En daarna ging ze pannenkoeken eten en ging ze er 's avonds weer heen. Bro. Dus daarom heb ik dat eigenlijk. Oké, maar ik ga hem afsluiten na deze race, want ik kan natuurlijk niet zo lang opnemen. En ik ga waarschijnlijk vanavond ook nog een video uploaden. Als het me lukt. Vanavond kom ik ook online en dan heb ik ijsje bij. Ik weet niet of ik vandaag nog een pony ga. Oh ja, en mensen, ga ook nog even naar Anouk's account om de video's te kijken. Ja, en op Yellowstorm. Er staan echt hele leuke video's op, daar zou je versteld van staan. Zelfpromotie. Slecht. Ik heb de duur erop gezet. Ja, dat weten we ja, wel. Ja. Ja. Doe eens die enge lach van jou, Anouk. Wat is dat? Even warm maken, zeker. Je keel. Harder! Nee. Wel. Harder, bitch. Doe het zelf, want jij kan het ook. Maar Anouk, jij hebt echt zo'n eekhoornlach als ja, je dat doet. Ja, echt zo'n chipmunk lach heb jij ook gewoon. Oh. Ja, dat. Net zo'n, weet dat? Weet niet. Weet dat? Ik heb mijn hengels nog een keer. Doe het zelf. De chipmunks. Oh nee, piemeltjes. Welk zou jij willen zijn als je een chipmunk zou zijn? Ik zou de dikke willen zijn. Die is wel leuk. Die, weet je wel, bij de chipmunks heb je toch vrouwen of zo? Ja. Van die rare... Ik zou die... Van die meisjes. Ros willen zijn. Dan zou ik die dikke, dat dikke meisje willen zijn. Die is echt heel schattig. Ik zou die een roze willen zijn, maar dan wat minder roze, zeg maar. Oh, die echt maar in de spotlight staat. Ja, die echt altijd in de spotlight staat. Maar niet dat ik in de spotlight wil staan, maar ik vind het de leukste chipmunk, als ik eerlijk ben. Stiekem wel gewoon, maar oké. Sowieso kijk ik chipmunks niet echt, maar oké. Twee films. Maar ik ga afsluiten. Doei!